Deze conceptquiz quiz bestaat uit 5 Multiple Choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen, zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is. En heb je er 4 of 5 goed, dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1. In deze situatie moeten we vier massa's bij elkaar optellen en dan is het uh, goed om ze eerst alle vier uit te drukken in dezelfde eenheid. En Ik heb hier gekozen voor kilogram. Ja, wat zegt dan de significantieregel voor optellen en aftrekken? De meetwaarde met het minste aantal cijfers achter de komma, die bepaalt hoeveel cijfers achter de komma het antwoord mag hebben. De bovenste meetwaarde heeft het minste aantal cijfers achter de komma, namelijk maar 1. En dat betekent dat het antwoord ook in één cijfer achter de komma opgeschreven moet worden. Vraag 2. In deze situatie moeten we twee meetwaarden met elkaar gaan vermenigvuldigen. Dan krijgen we de andere significantieregel voor vermenigvuldigen en delen. En die significantieregel zegt dat je mag kijken naar het totaal aantal significante cijfers in elke meetwaarde. En de meetwaarde met het minste aantal significante cijfers, die bepaalt ook hoeveel cijfers het antwoord mag hebben. Nou, 69 heeft twee significante cijfers en is het minste, dus het antwoord moet ook in twee significante cijfers geschreven zijn. En dat kun je alleen maar oplossen in deze situatie door het antwoord in de wetenschappelijke notatie te schrijven. Vraag 3. Ook in deze vraag gaan we weer optellen en aftrekken. We gaan vier waarden bij elkaar optellen. En de eerste waarde heeft het minste aantal cijfers achter de komma, namelijk 0. En dat bepaalt dus ook het eindantwoord. Het antwoord moet ook gegeven worden in een geheel getal, namelijk 0 cijfers achter de komma. En wat blijkt dan? Dan moet je je antwoord afronden. En de conclusie is dat de tafel niet meetbaar in hoogte is veranderd. Die is nog steeds 74 centimeter. Vraag 4. Deze vraag bestaat uit twee dia's. In deze situatie moeten we een formule gebruiken, die staat daar ook uh, boven in beeld. In de formule staan twee getallen en we gaan als eerste kijken of die getallen echt gemeten zijn of niet. Nou, die 2 is een factor 2, dat is geen meetwaarde, maar de, uh, het getal 0,31 wel en dat stond ook in de tekst. Dat betekent dat 0,31 uh, heeft twee significante cijfers en die gaan we vermenigvuldigen. Met de diameter, die dan misschien wel in drie significante cijfers is gegeven. Maar het antwoord moet dus in twee significante cijfers gegeven worden. Uh, en dat komt uit 5,0 centimeter. Die 5,0 centimeter moeten we gaan optellen bij de lengte van de buis. Uh, en dan gaan we dus de andere significantieregel toepassen, namelijk die voor optellen en aftrekken. Bij de meetwaarde weten we één cijfer achter de komma. Dus het antwoord mag ook in één cijfer achter de comma gegeven worden en het wordt dus 100,2 centimeter. Vraag 5 en ook deze bestaat uit twee dia's. ook in deze situatie moeten we twee dingen uh, gaan doen uh, en dan moeten we goed letten op de volgorde. We gaan eerst kijken wat we tussen haakjes moeten doen in de formule. Uh, daar had ik va min vb. Dat zijn twee meetwaarden. Die zijn allebei op één cijfer achter de komma gegeven. Het antwoord moet dus ook gegeven worden op één cijfer achter de komma. 0,6 meter per seconde. Dat getal gaan we vermenigvuldigen met delta t. Delta t is in drie cijfers gegeven. Uh, maar onze net berekende waarde is slechts op één cijfer bekend. Eén uh, cijfer achter de komma, maar dus ook één cijfer totaal. Dat betekent dat het antwoord gegeven moet worden in één cijfer. En je moet dus afronden en dan wordt het 8 meter.